Het Korps Brandweer Suriname heeft het afgelopen jaar 2019 in totaal 245 woningbranden genoteerd. Dat zijn er 75 meer dan in 2018. Dat zei Ulrich Coats, hoofd van de afdeling voorlichting van de brandweer, gisteren op de maandelijkse bijeenkomst van de kenniskring. Laat me maar haasten om te zeggen dat 10% van al deze gegevens in zich hebben dat de brandweer is gearriveerd ter plekke, maar niet hoefde op te treden, omdat het vuur al door de omstanders was gedoofd. Dus een stukje zelfredzaamheid, wat wij overigens altijd propageren. Maar natuurlijk volgens de juiste procedure. Eerst melden en dan proberen een poging te wagen. En niet omgekeerd wat nogal vaak gebeurt. Dus mensen hoeven blus en even een lukte bij. En de strijd tegen brand is altijd een strijd tegen de tijd. Oké, jammer genoeg zijn er slachtoffers te betreuren geweest bij deze cijfers. En vorig jaar was dat 7, 2018 5, 2017 was dat 6, 2016 waren dat 13 en 5 jaar terug waren dat 4. Dus dat is met betrekking tot de woningbranden. Een van de grootste oorzaken van deze woningbranden was een slecht elektrificatiesysteem, zegt Coats. Een andere zaak is dat de vermoedelijke oorzaken hierin liggen. Het is geüpdate en het is dezelfde outcome. Elektrische aard. Keuken relateert op de tweede plaats. Dus ze zijn hiërarchisch opgesteld. Kinderen en ook volwassenen hebben gespeeld met vuur. En brandstichting pyromanie is ook een van de oorzaken. Maar dan heb je nog een grote groep, onbekend. En weliswaar zullen al deze vier ook in die 5 voorkomen, omdat, zoals we altijd zeggen, brandonderzoek is zeer complex. Ulrich Coats van de afdeling voorlichting van de brandweer gisteren op de bijeenkomst van de kenniskring.